skapenkoppen schoonmaak en braaien. En bijlenpest ontstaan zo. Ja. En het verspreid vanuit daar die gemeenschap in de haven naar de rest van Kaapstad, toe hier voor ons ook. En even een scheepsmaatschappij heeft ook containers verskaf, zodat om de mensen te helpen met tijdelijk. Maar met corruptie en met smeergeld krijg de meneer al de geld en dan verdwijnt die zo. En de mensen moet maar zo. Kijk ook die mevrouw hiervoor stappen. Goed gekleed. De eerste paar, als ze zo naar binnen kijken, goed afgemaakt. Hier die gebieden, hier die gebouwen, dit zijn de oude worstelcellen. Daar woonden alleen mannen, hè? Nee, vroeger mannen alleen. Dit was voor de zwarte mensen. Dus maakt niet uit of jij nou arm is en of jij rijk is. Want ik zie hoe pak mijn bieren op en gaat de zoen. Doe nou in een And there are about 200 of the traditional dealers in this township only. Maar hoe kijk de mooie Mercedes voor hem? Ja, begin, kijk eens, maar één toilet hier. Daar zijn geen toiletten. Dit is een monument voor 7 jongens. Die was vermoord hier door de politie. Ons op leven jullie. Ik weet niet of het goed is om dit te eten voor ons. Langa, hier, overal projecten met huizenbouw, met appartementen. Zo gaat het recht door Zuid-Afrika. En dan gaan wij zo om de bed, dat we dan uitbaan. Protea familie, tweede, de heide, of... Als het dan niet zo recht hier kijkt, dan wil je het aan de andere kant. Chapman Speak Drive. En wij gaan daar stoppen. En dan dit is het moment, het viewpoint, en dan gaan we daar de viewpoint. We gaan net zo over de berg. En dat ben Simon staat met de penguins voor de arm van Noah. Daar is de groot shopping mall hier. Nee, daar.
pakken. Ja, we zijn er weer. Daar heb je dan tijd om naar boven te gaan, kappen te genieten, pik dit langs te genieten en dan keer je vandaar weer terug naar de parkeerplaats en dan wandel je naar Goede Hoop. En dan weer zo terug en dan kom je zo links om. En dan af van de plaats, mystiek. Kom ik hier zo terug, over de bergen en dan zo met de plaats. Thank you.
guys, we're coming here to the rock art site to come and say, ooh, this is what this painting was meaning, or this is what the guys were trying to imply.
we just call them Oryx. But we're going to be seeing many of them. They're one of our desert adapted antelopes. It's a kudu, yeah, it's on the Huffman's Mountain Zebra. Nee, 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 nee
one male can have more than one female. Of course. You can't tell how many nests are inside by just looking at the holes, because there's different chambers. Hello, guy. Thank you.
These are the Hartmann's mountain zebras. They're a subspecies. But if you have a look, their heads and their ears are more donkey shaped. Oh yes, that's right. Yeah, and they, if you have a look, their stripes don't go all the way around their bellies. The macro chameleon. This one was on the road. Yeah. In the Rock culture, the uncle is the most important person in the family. What the lady is wearing, this is the traditional custom for the Rock. There's a special meaning behind this beautiful dress. Yeah, you missed the kid. Yeah, I missed the kid. So this is one of the poorest sectors of Swakopmund, Hier hebt ons Rooms-Katholieke Kerk. In de net volgende is de dubbel verdieping huis, ja? Maar ik ga je in die vier net leggen als je om elkaar, maar met vrijdag zijn er niet. Zodat klein boxen die in de nummer zo'n sponsor is, waar onze vrienden partij van de TV en de research aan je voor kan. Resources are plenty. Normale beans, oma kunde is na. En dan e kaka, des die... Kaka? E kaka. Des die kaka. Des wilde spinat, ja? Wilde spinat. En dan ja, hebben wir schwindelingsraupen, oma hungu. Repse. Mupani repse is dat, ja? En dan embe is dat, ja? Dat muss man nur die Haut essen, die Fial eten, die Nut muss man uitspuren, ja? Ja? Okay, we try it. Bolletje. Ik ben altijd heel slecht geweest in kleien. Lekker mooi. Nou, open spaces. So then when the fog comes, they grab the moisture from the fog and they expand and swell up. Yeah. And then like now, when it's gotten dry,
then they go to sleep. Yeah. And then tomorrow morning, they will wake up again when the fog comes again. The next day we cross into Botswana. It's a ring for your wife. Yeah, new wife. New wife. Oh. How much? This one. Giraffe here in Itosha. Not too much to eat for them. That's why the giraffe here in Itosha on average tend to be a little bit smaller than the giraffe that we see elsewhere.
It's a terrapin. So it's a not a turtle, it's a, like a tortoise, the letter. It's a terrapin. Terrapin. They live in water. Oh. They've got webbed feet. They're like a not like a turtle that swims in the sea with four flippers. They bury themselves underground and wait until the rain comes, until water comes. It's got the letter screw in. Jake, you can't do anything yet. My wife is alive. Not a husband.
They're hunting, they're looking for lizards and snakes, small mammals that they'll eat. So they hunt from the ground. Banded because they got stripes, but also banded because they are many. This is our fastest running antelope. Yeah. And it's a very good sighting to see them. Front wheel drive, so bend four quarters to do all the work and the hind quarters just follow on. Similar in shape to the hind tibias. Thank you.
Yes. Okay. Peet, goeie reis. Dit is de grote zilverregen, de grote middenregen, de zwarte regen, die kennen we niet, Joker. Maar die vogels, die staat ook wel mooi. Yeah. See, sometimes they go for grass. Thank you.
So this activity, such activity, is only done by little goats and also cereal crops like mahangu, sorghum, maize. So you find that in our case, we eat this nearly every time, every day. They did not make it food, but in the real city, they can make it food 3 times, 4 times, and it's not the meal to last long. So that you find that our living standards here, like this, they are built according to the number of people living in the courtyard. As a predator, and immediately when you set the stick, the trap falls. Go.
Young one. You haven't learned yet how to fly. Oh, fly away, baby. You got this. You can I do it. Yeah. Take one. Oh, yeah, yeah. Yeah. Oh. He's jumping like a springboard. Thank you.
dump already? No. Soezevlei met de duinen en het oranje licht van de opkomende zon. De duinen met Harry bovenop, dat was ook een prachtig moment. Dat was het bezoek aan de Deathfly. Dat was zo'n apart landschap, ik heb zoiets nog nooit gezien. De Deathfly, hoe prachtig met die dode bomen en dat verstilde landschap. Ik denk dat ik de cheetahs het hoogste punt vond. Zo dichtbij. Nou, mijn hoogtepunt in deze vakantie was de indruk die de olifant heeft gemaakt. Mijn highlight was de elephants. To see elephants. Was het vinden van de neushoorns en daarmee complementeren van onze Big Five. Voor mij was het zien van de rhinoceros het mooiste. De enorme hoeveelheid aan dieren die we gezien hebben, het heerlijke klimaat en de prachtige landschappen. Getting to travel with you and share all the experiences that we've shared together over the last 28 days. The Dutch people seen as they my forefathers, learning a little bit about Holland. Vliegen boven de Victoria. Zo waanzinnig gaan. Ja, het mooiste dat is natuurlijk de helikoptervlucht boven de Victoria Falls. Ik vind het gewoon heel moeilijk om te kiezen. Het was een heerlijke reis, laat ik het daarbij houden. En ik kijk er met een goed gevoel op terug. En om nou te zeggen wat nou absoluut het hoogtepunt was, vind ik moeilijk om te zeggen.